Zeg eens A. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schilden van de kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens A. Heb ik suiker of is het kaak? Waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A. Zeg eens A. Ach, Hans, schijn het toch uit. Ik heb het je toch heel duidelijk gezegd. Lidie, ik weet van niks. Vanavond? Ja. Doe nou, ik heb je dat verhaal toch verteld van die kaas van Teuntje. Die roquefort die Mien had weggegooid omdat ze dacht dat die beschimmeld was. Ja, en toen heeft Teuntje, om te bewijzen dat ze ook een hele goede huisvrouw is, Koos en Mien uitgenodigd om Mexicaans te komen eten. Jappa, Hans. En daar zijn wij dus ook bij gevraagd. Dat wist ik dus niet. Daar heb je me nooit iets van gezegd. Ja, heb ik je wel gezegd, maar je luistert nooit echt. Goed. Dus gaan we straks Japans eten bij Teuntje en Gert-Jan samen met de dobbelsteen. Moet ik een smoking aan? Of heeft Koos die weer geleend? Ah, joh, doe niet zo vervelend. Ja, Lidie, je moet niet altijd net doen alsof je het wel gezegd hebt. Terwijl je het niet gezegd hebt, dan krijg ik de pest overheen. Reken erop dat ik het weet, hoor. Of ik zondagavond samen met de dobbelstenen uit mag naar mijn stiefschoondochter. Je hebt het niet gezegd. Oké, heb ik het dus niet gezegd. Nee. Nou moet je niet zo doen. Je hebt het echt niet gezegd. Nee, zeg het toch. Ik heb het dus niet gezegd. Nou, ja. Goed, als je niet kan, zeg ik het wel af. Ja, dat is onzin. Jij moet gewoon gaan. Er staat me bij dat ik iets moet doen vanavond. Moet je in mijn agenda kijken. Nee hoor. Nee, dan zeg ik het af. Nee, dat vind ik niet leuk. Oh. Nou, daar kan ik wel onderuit hoor. Ja, wat had je dan? Hè? Hm? Nou, niks bijzonders. Een clubborrel met een oud vriendje van... Nee, laat eens even kijken. Geef hier, laat zien. Geef. Laat kijken. Huh? Japans eten hiernaast. Ja. Zie je nou. Smerige bedrieger. Een borrel bij een clubgenootje. Oh, gemene huigelaar. En mij laten denken dat ik gek geworden ben. Nou, dat ben je ook een beetje. Ja, natuurlijk, want jij maakt me voortdurend in de war. Dat is onzin. Je was al gek toen ik je leerde kennen, anders had je nooit ja gezegd. Oh. Mag ik het hier even neerzetten? Ja, daar moet je even een beurt geven. Nee, laat dat nou maar. Dat doet Mien morgen wel. Hè? Ah, wiep. Oh, wat vind ik dat nou jammer dat je weg gaat. Ik zal je missen. Ik ook. Maar je komt toch terug? Ik dacht dat de leraren hier geslaagd waren voor hun examen. Oh, jawel. Ik vind het hartstikke tof op de academie. Fantastisch. Maar ik moet er gewoon een beetje over nadenken, weet je. Parijs is ook te gek. En ik moet er gewoon even rustig over nadenken. Oh, nou ja, goed, schat, zoals je wilt. Maar je bent hier altijd welkom, als je dat maar weet. Dat weet ik. Jullie zijn zulke schatten. En jullie komen toch in ieder geval in april naar Parijs? Ja, in ieder geval. Dat staat, hè, Hans? Oh, ja. Heet opgeschreven. Ja, want anders verklaar je me weer voor gek als ik de koffers begin in te pakken. Lidie, een weekje naar Parijs met jou, dat hoef ik niet op te schrijven. Dat onthoud ik heus wel. Hè? Zeg, wanneer komt die lieve zuster van me je eigenlijk halen? In de loop van de middag. Nou, wij zijn thuis in ieder geval. En we gaan uit eten? Ja, joh, vanavond toch pas? Oh, nou. Bij Sansi is in de loop van de middag ook vanavond pas. Of nou al, met mama weet je het nooit. Zeg, Hans. Ze klonk niet erg enthousiast, hè, over het komende studiejaar. Goh, ik dacht dat ze dolgelukkig was dat ze was aangenomen. Ja, dat was ze ook. Maar ik geloof dat de reden om hier te komen studeren en niet in Parijs eigenlijk Huub heet. En nou dus uit is. Ja, vanmiddag geloof ik. Huub? Ja. Hey, hallo Huub. Hoe is het met jou? Goed. Tijd niet gezien? Nee. Ik kwam even afscheid nemen. Oh. Nou, Lidie. Zullen wij dan even een blokje omgaan? Dat is helemaal niet nodig, oom Hans. Nee, ik kom juist afscheid van u nemen. Oh. Bedankt voor alle gastvrijheid die ik hier heb genoten. En we zullen elkaar wel niet vaak meer zien, nou, denk ik, hè? Jongen, nee. Je bent hier altijd van harte welkom, hoor, als je dat maar weet. Oh, dank u wel. Ja, ik heb een beurs gekregen. Oh ja? Wat enig voor je, zeg. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik mag een jaartje naar Parijs.
Ik mag naar de Académie des Beaux-Arts. Ga je weg, jij? Ik moet nog even door in mijn kamertje. Kan ik je helpen? Je moet. Oh, we zullen hem missen. Nou, ik geef de hoop nog niet op dat ze volgend schooljaar hier weer komt studeren. Hoezo? Ja, je hebt altijd de kans dat het weer uitraakt in Parijs. Nou, wist ik dat jij zo'n te poop. Hey, wat heb je nou aan? Carnaval was er vorige week. We moeten naar Gert-Jan en Teuntje. Waar blijf je nou? Je moet je nog verkleden. Oh, Fred, de zwaar, ik was helemaal vergeten. Kijk, niet zo? Nee, in je oliegoed. Oliekoek natuurlijk niet. Waarom natuurlijk niet? Ik heb er een spijkerboek onder aan. Een heel mooi hemd. Ja, nou, je goede goed ligt op het bed en in je overhemd en je stropdas. En je doet geen ander om, hè? Denk erom. Kom maar eventjes hier, dan zal ik je das trekken. Nee, die ellende doe ik pas dicht als echt moet. Hé, hey, Koos. Ja? Je hebt nog helemaal niet gezegd wat je ervan vindt. Waarvan? Van mijn outfit. Oh, ja. Overdreven. Weer te strak. Ja, dat ook, maar ik vind het overdreven om je helemaal in nieuw te steken als je bij Gert-Jan gaat eten. Ah, laat me nou, ik voel me net zo lekker. Ja, maar daar ben je. Dat bedoel ik helemaal niet. Je ziet er opwindend uit. Koos, ik heb net mijn haar gedaan. We gaan net in de televisie kijken, we moeten toch weg? Ja, dat weet ik. Ik moet even kijken wat we opnemen. Even kijken hoe laat die gouden oude wijven komen. Dan neem ik ze op. Ik ben toch zo benieuwd hoe het is? Wat? Je Japans eten. Oh, nou gewoon. Net als Chinees, maar dan Japans. Zo. Hallo. Jullie moeten de groetjes hebben van Huub. Hij kon niet langer meer blijven. Oh, dankjewel. Wat vervelend nou, hè, dat Sansi er nog niet is. Nou, weet je wat? Ik bel eventjes. Ik zeg dat wij wat later komen. Wat later? Nee, tante Lili, niet doen. Echt niet. Ik bedoel, als mama het te gek maakt, dan bak ik wel een eitje voor mezelf. Nee, schat. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, ik vind het zo vervelend dat jij weggaat en ik ben er niet. Nee, maak je nou geen zorgen, tante Lili. Echt niet doen. Ik bedoel, er zit een grote kans dat ik hier nog zit als jullie terugkomen. En als mami komt en jullie nog hiernaast zijn, dan kom ik me gewoon even netjes afmelden. Waarom ga je niet mee? Fantastisch. Dat staat mami hier voor een dichte deur. En dan denkt ze dat ze een verkeerde afspraak gemaakt heeft. Oh nee, dan is het leed niet te overzien. Nee, gaan jullie nou maar. Ik vind het trouwens best lekker hoor, even in mijn eentje op de bank. Kleine stilte voor de storm. Jullie hebben geen idee hoe hectisch het leven met mami af en toe kan zijn. Ah, nou ja, wie weet gaat die storm nog wel eens liggen. Oh, zonder twijfel. Je weet alleen nooit van tevoren met wie. Oh, Hans. Oh, nee, die zal ik onthouden, oom Hans. Dat is een goeie. Zou je dat nou wel doen, Wiep? Zo briljant vind ik hem niet. Jawel, want dan krijg ik van mama weer een gouden ouwe over oom Hans. Ja. Oh, ja. Ja. Dag. Hallo, hallo. Hier zijn de kussens. Konbawa, arigato. Oh, oh, oh. Kijk nou toch eens. Kijk, hè? Beelden. Hey, wat zie je er prachtig uit. Kijk eens, Koos, helemaal je bal. Nou, schitterend beeld schoon. Oh ja, mevrouw Dobbelsteen, schoenen uit hoor. Oh, mag dat? Nee, dat moet, dat hoort zo in Japan. Oh. Is dat even bovenmien? Ja. Hallo, Koos. Hallo, dokter. Hoe is het? Nou, ik mag niet mopperen, dokter. Ik heb vanmiddag nog zo'n karper gevangen. Oh ja? Ja. Jongens, jullie ook hoor. Schoenen uit. Oké. Heb jij er wel op gerekend, Koos? Ja. Zo jongens, zullen we dan maar meteen met een tafel gaan zitten? Dan kom ik met de sake. Ja. Waar moeten we dan zitten? Op de grond? Nami, dat Japans, dat is echt Japans. Wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. En dan kom ik rond vooruit, toch? Oh, ik wist het ook niet hoor, mevrouw Dobbelsteen. Enig idee, dan. Wat beeldig allemaal. Heel artsineel. Nou, dat valt wel mee hoor, mevrouw Dobbelsteen. In Japan doen ze dit al 5000 jaar. Koos? Ja? Help me even. Waarmee? Rocky is zo strak. Ja, voorzitter. Lekker. Oh. Ja, op je knieën, dat weet ik. Dat heb ik gezien op de tv. Bij Shokun. Sake, Koos? Ja, graag, Gert-Jan. Vind je altijd lekker een satéetje bij de borrel? Sake.
Kay, dit is de borrel zelf. Oh, nou, graag, ja. Geloof ik. Alsjeblieft. Nou, jongens, proost. Proost. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Proost. Proost, Dirk. Proost, met Jan. Proost. Die nuit is warm, de mijne is warm. De mijne ook, Koos. Dat hoort zo. Hè? Het is rijstwijn, warme rijstwijn. Oh. Wie zei dit niet, Koos? Nee. Vreemd voor een Japanofiel. Jongens, ik ga even het voorgerecht halen. Sashimi. Wat? Hebben we sashimi? Oh, wat zalig. Met de windels allemaal. Wat is dat, sashimi? Dat is rauwe vis. Oh, de fondue, gezellig, hè? Nee. Dat eet je zo, met een scherp sausje erbij. Ah. Rauwe vis? Ja, als haring. Oh, ja, haring is ook rauw. Ja, dat zijn nooit zo bestil, hè? En moet je dat dan met stokjes eten? Ja. Nee, niet zo, mevrouw Dobbelsteen. U moet het in één hand nemen. Kijk, één stokje hier, zo. Ja. Heeft u drie vingers vrij. Ja. Kunt u die daarin doen? Nou, dan is het net een soort van pincetje. Kijk, oh. Zo. Kleppers. Maar daar was ik vroeger heel goed in, hoor. Klepperen. Ik ben blij dat ik ze heb. Oh, kijk eens aan mij. Kijk nou toch eens wat beeldige plek van schilderij. Oh. Beeldschoon. Nou, even kijken of ik het kan, hoor. Wat heb je hiervan? Ik prik er maar een beetje. Zo. Oh, een stukje. Ja. Oh, ja, ik heb hem. Oh, Teun. Nee, wat een zalige vis. Verrukkelijk. Waar heb je die vandaan? Die heeft Gert-Jan op de markt gekocht. Hè? Ja, toen ik toch visites moest rijden. Oh. Inderdaad, sommige dingen kan je heel goed aan Gert-Jan overlaten. Hè? Jongens, iemand nog saké? Ah. Ja, weet je nog een beetje? Koud. Ja. Mijn been slaapt. Niet te hard praten, als wordt hij wakker. Dank je. Oh, niks, mevrouw Dobbelsteen. Gaat maar even met mij mee, hoor. Hij is al een kalmbaan. Nee, mevrouw Dobbelsteen, geeft niks, hoor. Ja, ze is niet gewend, hè. Nou, hallo! Ze zijn er niet. Zijn ze er niet? Ze zijn uit eten hiernaast en ze hebben tot 6:30 op jou zitten wachten. Oh, dan gaan we ze toch even goeiedag zeggen. Wat gezellig. Bij Gert-Jan en Pien ziet Pien ook even. Gert-Jan en Teun, mam. Gert-Jan en Pien zijn 2 jaar geleden gescheiden. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, je kan het ook niet bij bijhouden vandaag de dag, hè? Zeg, ik kwam laatst een vriendin tegen me uit Schorel. Daar heb ik bij in de klas gezeten. Niemand van ons groepje was nog met dezelfde man getrouwd als ermee ze begonnen was. En wat voor wereld leven we vandaag de dag in? Mevrouw Bel Sherry, kind. Oh, nee. Dat is waar, ik drink niet meer. Nou ja, geef me dan maar een kop. Ik heb thee. Oh, thee. Vooruit dan maar. Hè. Wat moet, dat moet. Heb je al wat gegeten? Gegeten, kind, ik moet niet aan eten denken. Wiepje, ik ben zo waanzinnig, te gek, verliefd. Ik kan al weken geen hap eten meer door mijn keel krijgen. Oh nee, mami, alweer. Ja, wat nou alweer? Zo verliefd als nu ben ik nog nooit in mijn leven geweest. Nou ja, behalve op je vader dan, hebben we dat dus zo lang geleden. Oh, kind, ik weet best dat ik zo nu ben al een heel klein beetje, maar afgelopen, wiep uit, dit is de ware, helemaal. Oh, mami, doe me nou toch een plezier, je bent bijna 50. Stel je toch niet zo aan? Wat onzin, me aanstellen, alsof een vrouw van bijna 50 misschien niet verliefd mag worden. Kind, ik heb het zalig. Wel, ik ben je moeder nog verliefd kan worden. Het is het heerlijkste wat er is. Wel, maar... Zo'n schat. En niet eens zo gek veel jonger. Dan ik. Ja, was dat maar waar. Oh, hij is 30, maar ziet eruit als 40. En hij heeft een enige vrouw en 2 schattige kindjes. Oh, nee. Nee, daar begin ik niet meer aan, hè. Nee, die ellende, bovendien, dat wist ik toen helemaal niet. Afgelopen, wiep. Eugène is vrijgezel. Nog steeds? Hoe komt dat dan? Is die zo lelijk? Oh, kind, het tegendeel. Hij is zo verrukkelijk. Dat hij het zich kan permitteren. Je bedoelt dat hij jou kan laten zitten voor een ander.
Ja, maar ik hem ook. Dat is juist het prachtige daarvan. Mami, doe me nou een plezier. We leven niet meer in de jaren 60. De tijd van vrijheid, blijheid is voorbij. Kind, hoe kom jij zo ouderwets? Zo heb ik jou toch niet opgevoed? Nee, mami, jij bent ouderwets. Jij gelooft nog steeds in de seksuele revolutie, maar dat is afgelopen, hoor. Die heeft bijna al zijn kindertjes opgevreten. Pas maar een beetje op, jij. Ja. Nou, ja. Hè? Nou, kind, laten we gauw hiernaast goeiedag gaan zeggen, dan zijn een haas naar Parijs, hè? En kom op, Wiep. Ik ben al zo laat. O, schat, hoe heb jij het gehad? Nou ja, dat vertel je me straks maar in de auto. Dat rothond. Moet je die nou niet ook met stokjes eten, die vruchtjes? Ja. Nee, nee, je mag nou je vingers juist gebruiken. Oh, dat is makkelijk, hè? Wat ziet het er schattig. Hé, kan dat nou zijn? Ik ga wel even kijken. Sansi en Wiep, denk ik. Sansi? Ja, had ze toch mee kunnen eten? Ik dacht dat ze vanmiddag al weg zou gaan. Ja, dat dacht ik ook, maar nou ja. Oh. Hallo, 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 hallo. Blijf zitten allemaal, blijf zitten allemaal. Ik kan alleen even adieu zeggen. Hallo, dag San. Hallo. Juist. Dag, liever. Sansi, mag ik je even voorstellen? Dit is mevrouw Dobbelsteen. Ah, ik ken die toch? Ik ben de femme de ménage. Wie? Onder u spreekt wat? Petit Pain. Dit is mijn Marie. Marie? Koos! Ik ben blij dat ik zit. Mens, je hebt de hele avond gezeten. Noem je dat ziet, ik dat ik gek werd. Nou, het smaakte heel apart, hoor. En ze heeft er verschrikkelijk veel werk van gemaakt, maar dat geklier met die stokjes op de grond. Nou, ik vond het wel apart, ja. Ik hou er wel van een beetje anders dan gewoon. Nou, geef mij maar gewoon Chinees op een stoel zitten en dan met de vork in de mes, hoor. Nou, Chinees eten ook met stokjes, hoor. Moeten ze zelf weten. Weet je wat ik daar niet begrijp, hè? Ja. De Japanners, die hebben nou alles na de oorlog nagemaakt, hè? Televisietoestellen, video's, radio's, de hele reut. Maar dat ze nou nooit eens een keer een gewone mes en vork hebben nagemaakt. Kleren met die stokjes, mens. Zij hadden al een eetcultuur toen wij nog uit de schedels van onze vijanden sopen met dierenvellen aan. Kan mij het schelen. Nee, maar dit, kijk, dit. Is toch veel eleganter dat geroei van ons? Ja, niet zo interessant gekozen. Hij is toch niet groot? Je vond het ook niks. Ik hou me helemaal niet groot. Nee, ik vond het echt machtig om te zien, hoor. Nee. Maar ja, jij bent nou helemaal een beetje kleinburgerlijk. Kleinburgerlijk? Ja, dat is niet erg, hoor. We kunnen tenslotte niet allemaal hetzelfde zijn, nietwaar? Maar ja. Nee, maar ik vind dat toevallig nou geweldig zoals die mensen eten. Kan je zien dat dat stoelt op een cultuur van duizenden jaren, zoals Teuntje zegt. Nee, Mien. Je moet echt je horizon een beetje verbreden, hoor. Moet ik mijn horizon verbreden? Nou, ik zal het doen, hoor. Vind je het dan wel even goed dat ik daar nu zelf even horizontaal ga? Ja. Zo, Koos, dat valt niet mee zo te horen. Zijn die zakken zo zwaar? Ja, dat ook. En vooral de laatste. Ja. Maar ik heb ook nog pijn aan mijn rug. Hebben namelijk Japans gegeten. Oh, dat ken ik. Daar heb ik me één keer toe laten verleiden. Eens, maar nooit weer. Ik had gelijk een fikse blaasontsteking. Hè? Van het op de grond zitten. Oh. Misschien hebt u het ook wel aan uw blaas. Moet u vaak plassen? Nou, nee. Nee, het zal wel spierpijn wijzen. Ja, maar dan moet u ook mee oppassen. Weet u wat u nou doet? Als u nou klaar bent met die zakken, moet u gewoon in een lekker warm bad gaan liggen. Het is trouwens al over 5. Ja. Moet u doen, hoor. Lekker in een warm bad, zo. Ontspannen. Oh, heerlijk. Ja, ja. Doen, hoor. Nietje, ik ben thuis. Pilsie. Niks, Pilsie. We moeten eten. Oh, ik verrek van de honger. Wat eten we?
Je lievelingskassie. Een groot bord kleinburgerlijke boerenkool met worst met een kaaltje met zuur. Oh, lekker! Kom je gauw? Ja, ik kom maar. Ik doe op. Ja, je doet maar. Ha ha ha.